Ja, ik moet hier alle kantjes van de tuin afsteken en het onkruid eruit halen. Ja, gaat aardig goed. Ja, dat gaat mooi strak zo. Ja, hè? Ja, prima. Goed zo. We hebben een grote tuin en ik vind tuinieren heerlijk, maar af en toe is wat hulp daarbij, dat is niet verkeerd. Ja, het is wel leuk werk, want je doet dan iets voor ouderen of zo. Het is ook leuk dan op school, dat is logisch. En ja, meestal zijn ze ook wel blij mee. Hier zit ook nog klimop. Ja, trekt hem er helemaal uit. Ja, goed zo. Ik heb het idee dat Dirk nu wat rustiger is dan de vorige keer. Toen was hij nog wel een beetje zenuwachtig toen hij kwam kennismaken. Nou, hij werkt stug door, hè? Ja. Het is twee kanten. Mensen die zelf niet meer zo goed te been zijn. Of die graag een hulpje willen voor in de tuin. En daarnaast natuurlijk het sociale aspect dat er een gesprekje plaatsvindt. En dat er een contact opgebouwd wordt. Nou, als Dirk het goed doet en als Dirk dat wil, dan mag hij van mij vaker komen. Ja, zo'n compliment. Zaterdag ook nog ergens anders. Daar kan ik nog over nadenken. Ja.